Dag Peurl. Hallo. U stond daarnet bij de Vlaamse Tine. Ja, daarnet, ja, dat is waar. Dat is waar. Nu voor jou zo'n beetje? Goh, de tweede keer dat ik nu dat ik de Vlaamse Tine doe. En ik vind dat heel leuk. Dus ik ben blij dat ik hier weer was uitgenodigd. Hoe ben je zo ver geraakt, denk je? Goh, ik weet niet. Ik denk dat onze single nu eindelijk een beetje begint meer gedraaid te worden. En dat mensen die ook meer en meer beginnen te appreciëren. Dus ik ben heel blij dat mensen onze single leuk vinden en er naartoe luisteren. Ja. Grote mensen achter jou, Peter Lutz onder andere? Ja, dat is waar. Ik ben met mijn gat in de boter gevallen. Hè. Ik ben heel, heel, heel blij. Het was ook een mooie show, hè? Hoe bereid je dat voor, zoiets? Goh, ja, ik krijg heel veel instructies en tips van bijvoorbeeld Anne Grace en van Jelle en zo. En ik probeer dan altijd een beetje te integreren. Want uiteindelijk, ja, ik ben nieuw hierin. Ik ben een groentje, ik heb dat nog nooit gedaan. En dan toch proberen mijn eigen ding te doen. En dan hopen dat dat lukt en dat dat aanslaat. Hoe lang ben je al met muziek bezig? De eerste keer dat ik zong was ik 12 jaar. En dan heb ik denk ik 3 jaar privéles gevolgd. Een pop- en een jazzopleiding. En dan heb ik nog 1 jaar klassieke opleiding gedaan. Doe je dat nu fulltime, zoiets? Nee, ik studeer ook nog. Ja. Wat voor iets? Ik studeer communicatiemanagement. Met... Hoeveel jaar nog? Ik moet nu nog 2 jaar doen. En dan fulltime muziek of niet? Wat denk je? Goh, ik hoop dat. Dat zou mijn droom zijn, maar natuurlijk moet dat een beetje afwachten. Hè. Ik heb jammer genoeg geen glazen bol, dus ik kan niet zien hoe dat Peurl gaat lopen. Maar ik zal sowieso mijn best doen om daar het meeste uit te halen. Ja. Is er al een vriendje? Nee. Weet je, ik focus mij nu volledig op Peurl en op mijn muziek en op mijn school en op mijn vrienden. En ik denk dat ik daar altijd genoeg... Ik heb al mijn handen vol op dit moment. Ik wens je nog veel geluk. Dank je wel.